Hey, hallo. Leuk dat je kijkt naar ons grote avontuur hier in Hongarije. Het is vandaag maandag 5 februari. Het is nog in de ochtend. Patrick is net naar buiten met de hondjes. Ik heb lekker de boel kunnen stofzuigen, aan kant gemaakt. Ook even gelijk weer het lijstje voor de aankomende week gemaakt. Wat we als warme kost eten. Ik doe dat altijd omdat het voor mij dan makkelijker is. Dat hangt gewoon aan de koelkast. En dan kan ik elke ochtend kijken of dat ik iets uit de vriezer moet halen of niet. En hoe of wat. Dus dan hoef ik niet na te denken. Het is gewoon huppakee, dat eten we en klaar. Nou, het is 5 februari. En ik zet even mijn pols op de armleuning. Ik wilde eigenlijk officieel weer aan het hout verder van gaan vandaag. Maar toen dacht ik, nee, dat is niet zo heel slim. Ik heb nog wat klussen namelijk in de moestuin te doen. Alvast voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen is natuurlijk eigenlijk al begonnen met al het voorzaaien. Althans, een gedeelte voorzaaien. Want ik ga vandaag dus ook een lijst maken met zaden die we nog moeten gaan halen. Die we tekort komen, noem het maar op. En dat willen we ook ergens van de week gaan doen. Want eind deze maand, begin maart, gaan we verder alle spullen gaan voorzaaien. Dus alle groentes. Maar ik heb in de moestuin nog wat planten staan. Een rode koolstronk. Daar heb ik gewoon de kool van afgesneden. Maar die stronk zat er nog in. Want het was toen best wel regenachtig. En toen dacht ik, hup, 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 even snel eraf snijden. Klaar. En ik heb nog boerenkoolplanten erin staan. Wij hebben genoeg boerenkool op voorraad. Van ons moestuinseizoen van het afgelopen jaar. Dus ik ga de stronken er gewoon uithalen. Zo raak ik niet elke keer in de war van, oh ja, met een nieuwe lijst die ik moet gaan maken. Want ik heb al wel het moestuin idee in mijn hoofd met waar nu de planten komen te staan dit jaar. Maar ik wil het ook even op papier hebben staan. Dus even uit mijn hoofd op een papier zetten vandaag, ook ergens vandaag. En ik wil ook nog, als het kan, hebben wij ook nog een grasplantachtige in de tuin. Die wil ik ook helemaal kort snoeien, zodat die aankomend jaar weer mooi omhoog komt en mooi groen is. Nou is iemand dog. Dat is zo in mijn pluimpjes en noem het maar op. Ik laat het straks even zien. En er zijn ook andere activiteiten in de tuin te doen. Dus dat wil ik vandaag even doen. Eventjes de boel weer even op orde brengen. Dus dat. Patrick is al in de schuur. En ik denk dat hij het allerlaatste zetwerk gaat plaatsen. Dat is rondom die grote deuren. Dat denk ik. Want ik zag hem met de ladder lopen net toen ik spullen uit de vriezer ging halen. Dus we gaan het zien. We wensen jullie heel veel kijkplezier en geniet samen vandaag met ons mee van deze mooie dag. Baas is dom, hè? Baasje moet luisteren, het vrouwtje, hè? Baasje gewoon iets vergeten. Dan valt hij achterover met de ladder, hè? Maar gelukkig valt mee. Hè? Alleen een hartverzakking bij het vrouwtje gegeven. Ga eerst even oproken en even blijven zitten.
Meneertje Doordrammer. Wordt zelf had je onder die deur gelegen, hè? Nog een keer valt, wil ik het wel op beeld hebben natuurlijk, hè. Kunnen we allemaal nog lachen. Lachen om een video. Ja, lachen om een video's, ja. Heel de bouw gaat goed en dan gaat dit fout. Moet wel een keer gebeuren, hè, jong. In de moestuin. Patrick heb ik achtergelaten bij de schuur in de hoop dat hij veilig blijft werken. Hij had gewoon even vergeten een klem erop te zetten, waardoor dus de deur viel. Waarmee hij dus samen met de deur en de ladder naar beneden donderde. Zachtjes uitgedrukt. Dus ik kreeg een hartverzakking ervan. Gelukkig valt het mee. Heeft hij eigenlijk nergens last van. Hij had een bloedneus. En had een beetje last van zijn schouder, maar hij blijft even rustig in beweging. Hij maakt het rustig af. Ik heb gezegd, als het niet gaat, stop je. En bij elke handeling waarbij je zegt, dit gaat me niet alleen lukken, roep je mij. Ook al ben ik in de moestuin.
was even schrikken. Maar ik ben in de moestuin en ik ga uitleggen wat ik ga doen. En er gaat ook in de moestuin heel veel nog veranderen. Voor de kijkers die ons al langer kijken, hadden wij hier, waar die palen staan, in het verlengde soort bak gecreëerd. Maar ja, de daadwerkelijke bakken zijn er nog niet, want er staan nog geen planken. Op de looppaden komt er in de toekomst grind. En dan hebben we allemaal lange vakken gaan we maken nog. De achterin moet nog omgeploegd worden, daar gaan we het aardappelveld van maken. Hier komt nog een hele lange vak te staan. Hier moeten we dus nog het hekwerk plaatsen. Dus we moeten hier nog met de kraan bezig zijn. Daar komt nog een heel lang vak. Maar ik ben in de moestuin voor de boerenkoolplanten. En daar staan er ook nog een paar. Die ga ik dus kort knippen. Dan ga ik de stronken eruit halen. En dan kan het in de tijdelijke compostbak, want de compostbakken komen straks daar. Daar komen ook IBC-tanken te staan. Voor al het water wat dus van het huis en van het schuur en alles afkomt, komt in de IBC-tanken. Daar kunnen we dus een watervoorziening voor gaan maken voor de moestuin. Maar ik ga eerst dit even klusje klaren. Even zorgen dat het eruit is, want we hebben genoeg boerenkool. En de planten mogen nou eruit. Ze hebben de voeding weer teruggegeven in de grond, redelijk. Dus dat voor het nieuwe seizoen. Nog even en dan gaat het moestuinseizoen weer beginnen. Dan ziet het er niet meer zo zielig uit zoals het nu eruit ziet. En vorig jaar was het hier helemaal nog gras. En het jaar daarvoor was het hier nog een oerwoud aan bos. Aan wilde boompjes, zieke bomen. Dus we hebben hard gewerkt in al die tijd. Afgelopen jaar vooral. Dus, maar ik ga weer aan de slag. En jullie kunnen even meekijken. Thank you.
Nou, alle boerenkoolplanten zijn eruit. Ook hier zo heb ik ze eruit gehaald. Bij de vogelverschrikker die omgevallen is. Maar die zetten we van het nieuwe seizoen pas weer overeind. Anders blijft hij omvallen. Slaan we gelijk een paaltje bij in de grond dat hij me omvalt. Maar nog even een duidelijke uitleg. Hier zijn natuurlijk kleinere bakken. Hiervoor komt nog een hele lange bak. Hier waar deze palen staan komt de lange bak. Daar komt de lange bak. En dan komt allemaal lange bakken. Zodat ik makkelijker aan de wisselteelt kan doen. En we niet zulke brede looppaden hebben. En die looppaden die heb ik afgelopen jaar gewoon natuurlijk gewoon geschoffeld. Omdat we dit is onze eerste moestuin. En dat was een opzetje hoe we nou gedaan hebben. Maar aangezien we nog dingen gaan veranderen. Gaan pas als we die bakken hebben geplaatst of gemaakt hebben. Komt de vrachtwagen door het dorp heen gereden. Dan gaan we dus worteldoek neerleggen en gaan we grind doen. Omdat het makkelijker is om bij te houden. Want ik heb al genoeg werk aan de grote moestuin. Ja, die willen we natuurlijk uiteraard van leven een heel jaar rond. Hetzelfde grind gaan we dus ook gebruiken voor de oprit. En noem maar op dat we overal een beetje hetzelfde looks hebben. Nou, ik ga Patrick nog even ondersteunen en daarna is het etenstijd, want moet ik eten gaan maken en het is 12:30. Maar ik ben in ieder geval blij dat dit weer gedaan is. Deze groene pluimplant, die is natuurlijk helemaal dor. En die ga ik helemaal kort snoeien, zodat die aankomend voorjaar, zomer, weer mooi groen is. En weer mooi kan groeien. Dus die ga ik eerst even snoeien.
Nou, het snoeien is klaar. Alleen het kleine grut wat hier allemaal rondomheen ligt, ruim ik van de week even op. Als ik met de hark aan de gang ga, of hoe noem je zo'n ding? Bladhark. Want we hebben dennenbomen staan, dus overal liggen ook hele hopen dennennaalden die ik even op ga ruimen. Maar dat is van de week, dat is nu niet. Ik vind nu met snoeien en die werkzaamheden goed voor vandaag. Maar dat is hiervoor weer netjes. Het is 4:00 en ik ben binnen. Ik ben zojuist naar binnen gekomen. Ik ga alvast de beelden van vandaag overzetten op de tablet, zodat ik alvast een deel van de beelden nu kan monteren. Lichamelijk ben ik tutti kaputti. Patrick heeft zetwerk onder twee grotes op zijn deur. Aan de rechterkant heeft hij nu eromheen staan. Omheen gezet en de deuren weer goed hebben we weer samen ingezet. En morgen zijn de andere twee deuren aan de beurt. Gelukkig valt het allemaal mee met de valpartij, met de ladder en met de grote deur die naar beneden is komen vallen met Patrick samen.
Hij heeft alleen een dikkere neus. Maar voor de rest, hij had hoofdpijn, maar hij heeft paracetamol aangenomen en dat is weg nu. Hij heeft een schrammetje op zijn oog, op zijn ooglid. Maar ook al met al valt dat dus ook allemaal mee. En van zijn schouder is ook alweer ver over. Ik zeg, belast niet te veel. Doe even rustig aan. Niet stil gaan zitten, want dan... Rust roest, zeggen ze ook wel eens. Hè? Zeker als je bent gevallen of iets, dan moet je even in beweging blijven. Dus misschien heeft hij er morgen wel iets meer last van. Maar al met al zijn we blij dat het goed is afgelopen. En zo zie je maar. Ook al klus je al heel je leven. Al doe jij heel je leven alles al zelf maken en creëren. Altijd met je hoofd erbij. Altijd met je verstand erbij. En je zal maar net één keer iets vergeten zijn. En dat was nu. Dus ik was heel erg blij dat ik dus ook buiten was. En dat ik hem dus hoorde. Want ik was natuurlijk eerst nog even in het houtfabriekje. Mijn houtfabriekje. Was ik even aan het opruimen omdat ik de kruiwagen nodig had. En ik denk, nou, dan ruim ik het gelijk op. Kan ik van de week dan weer schoon daar weer beginnen. Want daar was ik elke keer nog niet aan toegekomen om het op te ruimen. Dus ik was blij dat ik hem gelijk hoorde. Al viel de klap van de deur en van de ladder wel mee. Maar joh, uiteindelijk riep Patrick wel. Dus dat hoorde ik natuurlijk. Maar al met al valt het gelukkig allemaal mee. Dus dan zie je maar altijd blijven opletten. En ik had nog tegen Patrick gezegd... Als je het niet vertrouwt, dan vragen we gewoon of de buurman komt helpen, de overbuurman. Want die heeft ook toen geholpen met de deuren erin te zetten. Maar toen was het zetwerk nog niet binnengekomen. Dat zetwerk is pas later binnengekomen. En de deuren moesten erin omdat wij naar Nederland moesten. Omdat wij de auto moesten ophalen, de oldtimer. Daarom moest de schuur helemaal dicht en af zijn. Zodat de trekker, de kraan, alles binnen veilig kon staan. Dus ik zei, als je nou niet aandurft met het zetwerk erin zetten omdat de deuren weer eruit moeten, dan wachten we even. En dan vragen we aan de buurman of hij ons binnenkort ergens van de week kan helpen. Maar al met al, wij kennen dit gewoon samen. Ik snap hem ook wel. Maar ja, overhaast iets vergeten zijn. Maar goed, ik ga even de beelden overzetten van vandaag en kijken of ik er weer iets leuks van kan brouwen. En dan zien jullie zometeen nog iets van ons of ik zal hem zo meteen afsluiten. We gaan het allemaal nog zien. Ik ga eerst op mijn gemak op mijn dikke derrière zitten en de beelden monteren. Ik zit met de tablet, ben druk bezig dus met het monteren. En ik zie dat de vlog nu al 29 minuten is. Terwijl ik al heel veel geknipt heb, althans, en beelden versneld heb laten aflopen. Dus ik vind het goed voor vandaag. Vond je hem weer leuk, zeg ik, doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd? En wil jij nou niks missen van onze avonturen die wij hier aan beleven zijn in Hongarije? Abonneer je dan gratis op ons kanaal. Hieronder staat abonneren, klik daarop. En als je dan daarnaast op het belletje klikt, dan krijg je vanzelf een melding zodra er van ons een nieuwe video online staat. En vergeet niet een leuke reactie achter te laten, want dat vinden wij heel erg leuk, kunnen we op reageren. Maar ook als je nog een vraag hebt voor de nieuwe vraag en antwoord video, mocht die nog niet online zijn als deze vlog online komt, stel die dan gerust even. Want als je dus een vraag voor ons hebt, dan kunnen wij die beantwoorden in de nieuwe vraag en antwoord video, die er dus nog aan gaat komen. Ergens deze week, mits ik ruimte en tijd over heb. Nou ja, en dan zien we jullie graag morgen weer terug bij een nieuwe vlog. Doei doei!